Bij Pronto Wonen vind je de leukste stijlen en trends. Dus kom snel langs voor inspiratie. Pronto Wonen. Precies zoals jij het wil. Het warme weer hebben we hier helemaal achter ons gelaten en het frissere weer dat is naar ons toegekomen. Maar er is ook wat regen gevallen en dat is ook nog hard nodig in de Achterhoek. Maar vandaag werd het niet meer dan een graad of 15 en daarbij stond toch nog wel een wind die matig waaide uit de meest zuidwestelijke richting en later werd dat wat meer noordwest. Vanavond dan klort het weer helemaal op en komende nacht is het dan helder, dan koelt het af naar een graad of 4 tot 6. De foto van Evi Kolenbrand laat een mooie zonsondergang zien. Ik heb er al meer laten zien, maar deze is ook weer super mooi. En wil je ook een foto opsturen, dan kan een foto @gerritsweerpraat.nl. Ja, vandaag zijn we met de Weerpraat eigenlijk best wel op een speciale plaats. Want door het weer hebben we veel contacten met elkaar. Bal 25 jaar ben je optimaal. En wie bent misschien wel de enige die elkaar elke dag bijna spreken? Of ja, en ik heb het even nagekeken. Al 17 jaar geloof ik. Hè? Ja, 18e jaar ben ik mee bezig. Oké, okay, ik elkaar, heb 18 jaar ja, al. Ja, ik was ook wel bang dat hij, want hij luistert ook altijd zo goed naar het weerbericht, dat hij er zelf met zal beginnen, dat hij niet meer zal bellen. Maar nee, dat met. Nee, jij bent een meester op het weer en ik kan niet zonder meesters. Het programma wordt gemaakt, ik doe eigenlijk niks. Ik zorg alleen dat ik allemaal meesters heb van mensen die precies wel weten waar het over gaat. Ja, dat is heel mooi, maar 25 jaar, hij heeft er nog wel zin aan. Jazeker, ik heb het gevoel dat ik net begonnen ben eigenlijk. Nee, maar het is natuurlijk voor een weerboer makkelijk, want hij heeft de kaarten voor liggen en hij zegt van het hoge drukgebied trekt door en door. Maar hoe maak je een programma leuk dan? Ja, geen idee. Ik begin gewoon en dan kom je van alles onderweg tegen. En dat is heerlijke muziek van Albert-Jan, die de hele dag druk is met het muziek samenstellen hier bij ja. Optimaal FM. Maar ook de vrienden en collega's van Regio 8, die al het nieuws verzorgen. Dus eigenlijk wordt hier gewoon, alles komt hier samen. En dat mag ik dan presenteren, ja. Ja, en je bent nou een beetje, denk ik, van schat ik zo, want mensen kunnen dat niet zien op nee, de radio. Altijd, ik heb een radiohoofd. Middelbare leeftijd. Ja, nou ja, ik ben de 30 gepasseerd. Wou je nog netje met deur gaan, of ja, nou ja, totdat ik er dood ben neerval, wat mij betreft. Want ja, niks is zo mooi als radio maken. Ik hoop dat we samen ook nog lang het weerbericht kunnen doen. Ja. Dat hoop ik ook. Goed gewoon, hè? Dankjewel, super. Dankjewel, Gerrit. Ook voor al die mooie jaren. Het weekend voor de deur. Je hebt te maken met toch in de ochtend wel wat zon op de zaterdag. In de middag ook nog wel wat zon. Maar we zien toch wel toename van de bewolking. Maar het blijft overdag nog lange tijd droog. Het is wat rustiger. De wind is afgenomen. En de temperatuur die zal dan oplopen naar een graad of 16. Maar in de namiddag wordt de bewolking toch wel wat dikker. Gaat helemaal overheersen. En in de avond en de nacht naar de zondag toe. Dan hebben we met neerslag te maken. Dan kan er op dat moment toch wel behoorlijk wat regen vallen. Ik denk ook meer dan 10 mm. Het is niet koud. De minimumtemperatuur ligt zo rond de 8 à 9 graden. Zondag dan trekt in de ochtend al vrij snel die neerslag weg. En daarna hebben we ook best wel weer een aardige dag voor de boeg met wolkenvelden, zon en temperaturen van rond de 16 graden. En na het weekend loopt het kwik nog iets verder op, naar een graad of 18 gemiddeld. Maandag en dinsdag dan kan er nog wat neerslag vallen, vooral later op de dag. Maar de dagen daarna lijkt het allemaal wat droger te blijven. En de rust keert ook langzaam wat terug, want de wind die neemt dan wat af. En dan krijgen we toch nog weer een mooie week voor de boeg. Goed gewoon.